Als jullie dit zien, dan zal ik er wel niet meer zijn. Kijk, hij loopt nou alweer weg. Een karretje. Allemaal eventjes tegelijk, hoera. Ja, hoi. In mijn eentje wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Caravans en door Jarden. In mijn eentje, in mijn twee persoons. In mijn eentje, maar ik vuil me. In mijn eentje, maar ik vuil me. In mijn eentje, maar ik vuil me nooit alleen. Zo, mooi. Ja, vandaag is een beetje een rare dag, want dit is de dag waarop, deze vrijdag, waarop Geert Klunder wordt gecremeerd. En vanavond is dan ook zijn afscheidsfeest in Café de Amstel bij Kim Boomstra. En ja, voor Wim en mij is het dan opeens vandaag een wat rare dag. Want we zijn natuurlijk veel bij Geert geweest de laatste weken. En dan opeens is iemand weg. En dan is dus ook helemaal niks meer mogelijk. Hè? Dat je denkt van, oh, verdomme, had ik toch nog wat moeten zeggen? Of iets. Hoe dan ook, dat kan allemaal niet meer. Toen Geert net in het hospice lag, toen heb ik een filmpje met hem opgenomen. Een afscheidsfilmpje. En dat afscheidsfilmpje dat wordt later vandaag op zijn crematie getoond. En vanavond in de kroeg nog een keer. En in dat filmpje neemt Geert afscheid van al zijn vrienden, bekenden. En dat filmpje wil ik je toch even laten zien. Dan kijken jullie hem ook mee. Hier komt ie. Beste vriend, als jullie dit zien, dan zal ik er wel niet meer zijn. Maar ik hoop dat jullie nog veel plezier hebben in je leven. En dat je nog net zulke mooie momenten mag meemaken dan als ik ga. Dus tot ziens en veel plezier. En zwingen maar vanavond. Met onze zanger, Koos Jansen. Ja, in de Amstelbar. Iedereen welkom. Nou ja, hè, Wim? Het is mooi als je zo je afscheid kan doen. Hè? Dat je denkt van, nou jongens, ik ben er wel klaar mee. Dit was het. Dit was mijn leven. Wellicht tot een volgende keer. Nou, dat betekent voor iedereen die er nog is, wij ook, Wim, dat het leven gewoon weer doorgaat. Dus wij gaan gewoon onze opnames doen vandaag. En nou wil het toeval dat we ook nog bijzonder leuke dingen hebben. Want Wim, ja, wij beginnen een actie. Waarin we mensen vragen om onze app te downloaden. En dan kun je een maand lang gratis McDonald's eten winnen. Nou, is dat mooi of is dat mooi? Daarvoor hebben we flyers laten drukken. Die ga ik zo wegbrengen naar de McDonald's vestigingen in Terborg, Hoendiep en Herenstraat. Want die doen mee aan die actie. En dat vind ik echt hartstikke tof dat die mensen ons zo helpen. Dus Willy en al zijn mensen, heel erg hartelijk bedankt. En de komende maand kun je daar dus terecht. Als je daar iets koopt, dan krijg je zo'n flyer mee. Als je dan de app downloadt, dan kun je een maand lang gratis McDonald's eten winnen. Nou, daar beginnen we vandaag mee. Maar we gaan nu eerst even naar de eend, Wim. Want de eend is gekeurd deze week. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gegaan is. Nou ja, zo'n dag. Fijn dat je er bent. Duimpje omhoog. Ga mee. Instappen in die geweldige machine. Hé, Wim? Dat is een beetje overdreven misschien. Ga je mee? Ja. Even kijken of er iemand is. Hallo? Nou, ik zit in een broodje te eten, zeker. Dat moet ook gebeuren. Mooi jongens. Goedemiddag. Och, Max is er ook. Ja hoor. Hebben jullie nou alweer pauze? Ja, alweer. Max, als ik hier kom, altijd pauze. Nemen jullie alleen maar pauze? Zo ben we. Goed smakelijk jongens. Dankjewel. Hey Harry. Mooi. Mooi mijn jongen. Hoe is de keuring verlopen? Staat op boord. Oh, 17 juli. R100 keuren eend NVW, H2 gas eend NVW. Ja? Dus je vond hem wel mooi voor me. En nou in normaal Nederlands? Gaskeuring. Oh, dat is de gaskeuring. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar Henk weet er wel meer van. Die gaat over die keuring. Hey, ja. Wist hoe de keuring, meneer? Ja. Je mag iedere keer met een regel met die mensen, hè? Nou, regel eens even, baas. En wat gaat er gebeuren? Die 17 juli, wat gebeurt er? 17 juli, gaan we de gaskeuring doen.
En dan, voor de rest is het wel oké? Okay? Zou wel, ik weet niet. Oké. Okay. Nu heb ik toch meer vragen dan toen ik binnenkwam. Ja, nog steeds. Is er nou al wat gekeurd of niet? Nee, dit is de eerste... Schouwing. Dat was een schouwing. En wat is een schouwing? Dan bekijken ze maar voor alles een beetje op steeds. En, wat zeiden ze? Nee, dat zijn ze. Nou, dat zag er goed uit. Oh, dus dat staat 1, dus dat is eigenlijk gewoon goed. Een hele belangrijke stap. Dat is een hele belangrijke stap. En nou dus de gaskeuring, dat is ook belangrijk natuurlijk. Waar letten ze dan op, Henk? Gas. Ah, ik wil het hier helemaal naar de kwam. Nee, dan wordt erop letten dat onze stagiair het altijd netjes inbouwd hebben. En keurig volgens de regels inbouwd is. Dat is stap 2. Dat is stap 2. En is het dan nog stap 3? Ja. Ja, maar daar weet ik ook niks van. Oh, ik hoor uit goede, wel ingelichte bron dat er nog een stap is. EMC-keuring en al dat soort dingen. Wat is dat? De elektrosmog. Dus dat is voor de elektrische straling, of die geen elektrisch veld uitstraalt. Als er op staat dat mensen gek gewoon daar onder zo in de buurt, onder gewoon blazen. Dat is toch juist leuk voor het filmpje? Ja. Stintverhaal, hè? Oh, het stintverhaal is dat. Dus dat die ding, nou, en dan... Dat niet kan gebeuren. Dat niet kan gebeuren, ja, precies. Ja, dat niet. Ja. Zeg jij nou gewoon, want ik wou nog even bij de een kijken. Aardig ook dat hij achter slot en grendel staat. Hij staat achter slot en grendel, ja. Omdat hij geschouwd is. Is geschouwd, ja. Dus nou neem je mijn een pas serieus? Echt wel. Oké. Okay. Mag niks meer aan veranderd worden. Nee, het liefst zo. Vast geblokkeerd. Ik vind het wel streng hoor. Nou, de deur kan wel lopen hoor. Je deur kan wel lopen. Weer. Hebben jullie het warm gehad? Ja, ik merk het aan jullie. Maar ik ben blij. Hoera! Ja, hoera. Allemaal eventjes tegelijk, hoera! Ja, hoi! Tot volgende week weer! Yo. Hey Bert! Wat is dit nou? Hey jongens! Ah, jongens. Kerel jongen, maar dat kan je wel actie bedacht man! Nou heb ik jullie toch moeten pakken, hè? Godverdorie jongens! Zijn dat de flyers? Kijk eens, dit ben... Oh, mag ik zo... Ah, mooi hè? Hartstikke mooi geworden man! Gefeliciteerd! Ja, dankjewel! Hey kerel! Hoeveel heb je er nou gedrukt, al met al? 9000. 90.000. 90.000, ja, kom. 90.000. Nee, jij gelijk, 90.000. Jij hebt 20.000. Kijk, ik heb hier. En ik heb ook nog in de auto. Ook nog bij mij ook nog. Maar stem, kijk, kom. Oh, maar Bert, jij zit helemaal in de reclame. Je zit tegenwoordig ook in drukwerk. Ja, jong. Ja, maar dat is hartstikke mooi, want de klant die belt me op, die zegt Bert, hey, jij ook, ik heb het ook goedkoper, ik zeg nou, ga ik voor jou op onderzoek uit. Ja. Nou, dan wilden ze graag met mijn handel doen, want dat is het. Nou, en weet je hoe dat komt? Dat is heel simpel, ben aardige gozer natuurlijk, dat scheelt een beetje. Ja, dat helpt ook. En we betalen binnen een dag. Kijk, en dan denk ik zo druk, oh, dat heb ik verdomme zin, ik heb mijn personeel weer betaald, nou, dan heb jij het lekker goedkoop. Drukwerk. Drukwerk. Hartstikke mooi, leuk, hè? Man. Kijk, en dan verdien ik ook nog procent, dan ben ik nog sponsor op jouw site. Ja. En wat wil je dan nog meer? De ene hand was de andere. Kijk, hier heb ik ook nog... Nou, die gooien we dan eerst eens in de auto. Ja, 20.000, dat is wel 90.000 van die dingen, dat is wel veel, hè? Dan moet je nagaan dat op de warmste dag van deze week, 30 graden was die buiten, hebben ze dat hier bezorgd. Konden we dat naar binnen toe brengen. Want de zweetgutsen maar gewoon door de bult naar heen, zou ik je vertellen. Wat heerlijk, dat jij hebt dus ook vind nog gezweet heerlijk? Voor vind mij. Vind je dat heerlijk? Nou, ja, dat jij zweet voor mij, dat vind ik mooi. Ja, vind je dat mooi? Had je wel even willen zien zeker, of niet? Ja, dat had ik wel mooi, willen zien. Dit is wel echt een reclamebureau, hè? Dat doen ze maar dit is, dingen, dat is echt zonder gekke, want ik heb het zelf ook gedaan, zeg maar. Kijk, en dan zie je ook, ik ben niet alleen sponsor van jou, maar ook maar Ja. Creatief of niet? Ja, geweldig. Boarding. Die jongens die werken in opdracht en die hebben de kop even vol. Dus wat doen die dan? Dan gaan ze even lekker even helemaal los. Ja hoor. In korte broek, zie je wel. Sportieve schoentjes aan wel. Ja, goed man. En dan hebben ze straks weer mooie ideetjes en zo. Dat is de laatste, hè? De laatste, zeker. Oh, geweldig man. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Tot de volgende keer tot maar weer. Tot de volgende keer. Mooi, hè? Mooi, hè? Doei. Hoi. Hoi. Zo, Wim. Op mijn McDonald's. Ja, ik ga die flyers allemaal meegeven. Tof, hè? Zo. Nou, hier lag Geert en ik wil de mensen hier toch nog even bedanken. Fantastische verzorging, echt waar. Hoi. Hallo. Hallo. Heb ik jou net aan de telefoon gehad? Nee.
Nee? Annelies. Oké, okay. Ja, dan loop ik even naar Annelies. Is dat okay, goed? Dat is goed. Waar is Annelies? Op de eerste etage. Op de eerste. Hallo. Ja. Annelies. Hoi. Hoi. Hey Annelies, nou, ik heb je net even gebeld, maar ik dacht, ik wil nog even wat... jullie hebben zo geweldig voor Geert gezorgd, ook in zijn laatste week. En hij komt meteen hier weer terecht. En als ik erover praat, kijk de kippenvel van, jullie hebben zo goed voor hem gezorgd, ben ik zo blij mee. Nou, dat heb ik graag gedaan. Voor die laatste dagen. Graag en, gedaan voor hem, ja. Jullie doen dat elke dag maar. En ik vind dat knap. Ja, ik denk dat wij allemaal met heel veel plezier ook hier werken en dat voor de gasten doen. Ja. En het fijn vinden als ze het naar hun zin hebben hier. Ja. Nou, dat had hij het zeker. Gelukkig, ja. Met eigenwijs, hè. Het roken moest dan thuis. Ja, nou, ja. Maar dat is ook wel weer iets moois. Ja, nou ja. Wij zeggen altijd maar als kennissen en vrienden en bekenden, wat Geert in de kop had hij niet in de kont. Ja. Nou, dat klopt. Dat was hier ook nog zo. Dus, ja. Nou, nogmaals heel erg dank voor alle goede zorgen. Nou. En fijn dat jullie er voor hem waren. Dankjewel. En als het bij mij ooit zover komt, dan wil ik hier graag terecht. We slaan het op en ik zal het doorgeven aan alle collega's. Hoera. Heel goed. Nou, hopelijk duurt het nog heel lang. Ja, maar, nou, dat hoop ik ook voor je. Dan tot ziens. Oké, tot ziens. Kijk, dit is de McDonald's Ter Borg. En die staat hier langs de ringweg. En dit is een van de drie locaties waar je een maand lang gratis McDonald's eten kunt winnen. Ik breng hier nou een heleboel flyers heen, duizenden. En die geven ze dan bij elke bestelling weg. Dat is toch hartstikke leuk dat ze me zo helpen, hè? En nou, dit is splinternieuw. Nu moeten ze even helpen tilden. Want ja, ik ben nou een man. Mooi. Mooi. Jij bent 3,65 meter. Ongeveer. Ben je ook sterk? Ja. En deze heren... Dan mag je toch bied worden. Als ze een witte overhemd aan hebben, dan zetten ze altijd andere mensen aan het werk. Dat is zeker waar. Nou, in jouw geval snap ik het wel. Ja? Want jij wordt getraind. En dit is onderdeel van jouw training. Ja? Het zijn 26 dozen. Makkelijk. Dat weegt 20 kilo per stuk. Dat is voor jou toch geen probleem? Dat is zeker geen probleem. Oké. Helpen jullie ook weer mee, jongens? Wij gaan even mee helpen. Ja. Nou, maar hartstikke leuk dat jullie willen doen, man. Ja, toch? Ja, daar ben ik echt blij mee. Hey. Hij kan ook even zo'n karretje pakken hoor, als hij hem... Kijk, hij loopt nou alweer weg. Een karretje! Dat is meestal wat hij doet. Maar daarom zitten mensen in dit soort functies. Hij haalt een karretje op, dat is best slim. Ah, kijk eens. Het zijn 25.000 flyers. Die zijn er zo door, hè? Ja, dus binnen een week is dat weg. Hè? Echt waar? Dat is geen enkel probleem. Binnen een week? Ja. Hij begint vandaag toch, Peter? Jazeker. Ja. Oh, hij is al naar binnen. Ja, hij zei toch, dat je ziet in de camera. Hij zal weer kijken. Moet je hem helpen, Peter, of lukt dat zo? Ja, als je die kar in bedwang houdt, dan... Nou, hij had er twee, hè? Ja, jij had de kar vast, dat is heel goed. Ja, nog één, dan zijn we er al. Over maar nou één. Nou, de rest alles eruit moeten. Ja, de rest gaat nu naar... Oh! Hoe diep en dan morgen... Dat had ik al wel gezien, hoor, maar ik vond gewoon mooi beeld dat jij die kar ging ophalen. Ik vind het wel stoer, jij was al weg. Ja. Ik dacht dat we alles eruit moesten, maar alleen dit nog... Nee, joh, dat is perfect. Nou, mannen, ik... Vriendelijk bedankt. Ik dank jullie hartelijk. Succes met de rest. Geweldig, heel erg bedankt. Ja. Zet hem op. Yo. Tot zo. En aan het werk. Mooi. Tot zo. Mooi, hè? Doei. Het is best een vermoeiend klusje, hè, Wim? Ja, vind ik ook wel. Nou, we zijn de eerste 50.000 flyers kwijt. Nu moeten nog 25.000 flyers naar de Herenstraat. Doe jij dat even? Nou, het is vrij simpel, hè. Gewoon eventjes, je kunt ook op social media, kun je de actie ook vinden op onze Facebook. En, maar hier bij de McDonald's vestigingen in Terborg, Hoendiep en de Herenstraat. Daar krijg je zo'n flyer mee en als je dan even de app downloadt. Dat een hele korte procedure voor e-mailadres achterlaat, that's it. Doen we verder niks mee, maar dat is wel handig als je de prijs krijgt. En dan kun je dus een maand lang gratis McDonald's eten winnen. Dat is wel echt een topprijs. Of niet dan? Dus doe dat eventjes en deze video is vrij simpel, hè? Even een duimpje omhoog, hartstikke tof. Laat een reactie achter, vind ik ook altijd heel erg leuk. En abonneer je even hier op YouTube. Nou, zo makkelijk is het. Tot volgende week, mooi. Dit was In Mijn Eentje. Mede mogelijk gemaakt door Prins Caravans en door Jarden. In mijn eentje, mag ik faal me. In mijn eentje, mag ik faal me. In mijn eentje. Maar ik val me nooit alleen.